werkgroep. De recording wordt altijd gedaan. Dus als je inschrijft, krijg je altijd weer een terugkijklink van ons. Ik ben trouwens net terug uit Filipijnen, Hanoi, Vietnam en vorige week nog in Bussum of All Places bij het pand. Dat was de IX Beleggersdag. Ik weet niet of iemand ook aanwezig is geweest bij de IX Beleggersdag. En ik ben net terug op Cyprus en daar heb ik nu een basis. Alleen heb ik wat problemen af en toe met de power. Dat betekent dus als dus de power uitgaat, dan gaat de wifi uit. Dus even, als ik wegval, geen paniek, want ik heb hier een mobiel. Dan ga ik het overzetten op Tether. Maar dan weet je in ieder geval, als er iets gebeurt met het internet, dat het niet aan jou ligt, maar ligt aan mij. En nou, ik wil in ieder geval van harte welkom, iedereen van harte welkom heten. Dit is eigenlijk de spreekwoordelijke brug van ja, de reële wereld, de beleggingswereld, naar de cryptowereld. En zo ben ik ook in 2017 met Harry en Hans begonnen met Crypto Academy. Sinds 2019 ben ik zelfstandig met crypto's. En nou, jullie zijn allemaal natuurlijk van harte welkom bij deze presentatie. Alles wat ik aanreik is meer ter inzicht en educatie. Het is geen financieel advies. En nogmaals, welkom bij hoe te beleggen in interessante cryptomarkt voor ambitieuze beginners. En ik heb zelf voetsporen verdiend. Dat dacht ik al. Kijk, ja, ik heb mijn voetsporen verdiend in goedemorgen, in de cryptomarkt sinds 2017. Daarvoor heb ik al jarenlang ervaring met dat internet niet helemaal goed is. Dus ik denk dat ik het even overzet naar mijn Peter. Dus ik ben niet goed verstaanbaar, denk ik. Hè? Looks like your internet connection is very unstable. Dus als dat zo is, dan zet ik me over op de Tether. Precies. Als je het niet erg vindt, ik ga mijn mobiel aanzetten. En dan probeer ik het op die manier te verbeteren, zeg maar. Dus ja, dus excuses. En als het te veel is, dan zal ik het aanzetten. Een momentje hoor. Zal ik bij deze aanzetten. Nou, voordat ik zo verder ga. Wie heeft en nog helemaal geen ervaring met crypto op dit moment? Wie doet helemaal niks met crypto? En wie zou er wel iets mee willen doen? Oftewel, ja, weinig. Ja, net begonnen, zegt hij. Ik zal even mijn video aanzetten. Boeken geschreven. Crypto trading voor ambitieuze beginners. Heb je misschien ook bij de aanmelding gezien. In het Nederlands is iets van 3 tientjes. Ik heb ook een Engels boek. Op Amazon is iets goedkoper, maar dat is in het Engels namelijk. En daarin ook een soort foundation, zeg maar, een goede basis om succesvol te handelen op de beurs, op de cryptomarkt. En ik heb sinds november heb ik meer dan 6000 boeken verkocht, samen met Jelle Peters, in het Nederlands. Daar ben ik best wel trots op, in 7 maanden tijd. En een eerste exemplaar, dat heb ik meegenomen naar Oekraïne. En dat was in november vorig jaar. En toen de oorlog daar uitbrak, heb ik in maart 2000 USDT genoneerd aan Oekraïnse organisaties. Ik heb een QR-code voor jullie erin gezet om eventueel het boek te kunnen bestellen. Maar goed, dat is in het Engelstalig is dat volgens mij. En nou, zoals ik heb aangegeven, ik heb ook op Cyprus diverse sessies gegeven. Traders Fair in Manila en Hanoi. En ik ben ook in Dubai geweest. Heb ik ook een Baker soort award gewonnen. Daar ben ik super trots op. Twee eigenlijk. En het is ook zo dat er is een andere award. Ook in goudkleur. Die is voor mij gejat een keer. En daar ben ik nog steeds naar op zoek. Nou, ik zie ook dat Patrick die zegt, dankjewel dat je mijn exemplaar hebt ondertekend op de IX Beleggersdag. Nou, graag gedaan, Patrick. Jij natuurlijk zeer gewaardeerd dat je echt uren hebt gereden. Volgende week vrijdag is er een sessie over daytrading in Best. En als iemand daar aanwezig wil zijn, Aloïs Matthijssen, mijn business partner, die gaat daar een presentatie houden.
Maar goed, het gaat niet om mij, maar gewoon om jullie. Dus jullie hebben ook de eerste stap gezet naar de big buck, zeg maar. Naar het resultaat. En dit is het webinar. En even kijken, ik heb voor jullie nog een link voor jullie straks. Kun je gewoon een gratis rapport downloaden. Ik dacht dat ik dat hier had neergezet. Ja, die komt straks. Nou, je moet altijd natuurlijk alle markten in perspectief plaatsen. En dat is, inmiddels zijn er meer dan 20.000 coins in de markt. Dus ja, welke moet je kiezen? Dat is een goede vraag. Daar heb ik ook een aantal handvaten aangereikt. Om een portefeuille op te bouwen. Op een gespreid tijdstip, zeg maar, dat je op een goede manier daar rendement mee kan maken. Met on-chain analysis, waar je op moet letten, de do's en de don'ts, valkuilen. Maar als jij wilt beginnen met crypto, begin dan in eerste instantie met Bitcoin en Ethereum. Pak daar bijvoorbeeld voor lange termijn. Stel dat je zegt, ik wil €1200 investeren dit jaar in Bitcoin. Nou, dan koop je iedere maand voor €100 koop je structureel Bitcoin. Dan heb je nu al een aanzet. Nou, de rest kun je dat aanvullen met altcoins. Ik heb gisteren ook weer een altcoin uitgepikt die 20% steeg. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ook een aantal coins heb die natuurlijk minder gaan of zijn gegaan. Maar dat geeft op zich niet. Maar het gaat erom dat je goede spreiding aanbrengt. Nou, totaal market cap is ongeveer 956 miljard. Klinkt veel, maar als je dat in perspectief ziet, plaatst met de crypto of met de andere markten. Sommigen zeiden ook van ja, ik ben al te laat. Je bent nooit te laat om iets te doen. En als jij zegt, nou, ik wil wat doen. Nou, Bitcoin staat die 700 miljard. Nou, staat iets minder. Hè? Dus nu ongeveer de helft. Cryptocurrency staat niet 1,5 trillion, maar 1 trillion, 1000 miljard. Nou, ter vergelijking, Amazon. Ik weet niet wat voor market cap Amazon heeft. Market cap Amazon.com. Voor mij is dat iets van bijna 2 miljard. Dat is market cap. Ja, 1,18 miljard. Dus eigenlijk is de hele cryptomarkt op dit moment net zo groot als Amazon. En het grappige is, een aantal weken geleden was Christine Lagarde, een omhooggevallen politica die bij de ECB is beland op een of andere manier, die heeft gezegd dat cryptomarkt, die moet verboden worden, het moet streng worden aangepakt, want het is een systeemrisico. Nou, als je dus kijkt dat cryptocurrency market cap en Amazon allebei even groot is, dan vraag ik me af waar ze het over heeft. Maar als je kijkt naar goud, dat is 10.000 miljard groot ongeveer. En US stocks bijna 50.000 miljard. Dus dat is echt, even kijken, dat is dan 50 keer zo groot, hè? De US stock market. En de US treasury is ook heel groot. Dus met andere woorden, als zij een systeemrisico willen aanpakken, dan moeten ze zichzelf aanpakken. Want de centrale banken hebben alles vernacheld. He, je ziet dat de inflatie door het dak giert. En ik denk eerlijk gezegd dat je ook een alternatief moet hebben om het hoofd te kunnen bieden aan gierende inflatie. Maar ook dat je op andere markten wat geld kunt verdienen met de crypto's. Nou, ik wil een aantal slides meenemen voor jullie wat je kunt doen. En dan wil ik ook op een gegeven moment even wat live charts laten zien. Als je een overview wilt hebben, nou, de crypto coin market cap, dat heb ik gisteren nog geactualiseerd. Zie je hier een mooie crypto overview, dat is Bitcoin, Ethereum. En dan heb je nummer 5 en 6, dat zijn andere coins. BNB, Binance, USD. Binance Coin, dat is de nummer 5. Dan zie je vreemde eenden in de bijt, dat is Tether, de nummer 3, 4 en 6. Dat zijn stablecoins. En dan zie je dus dat US Tether, dat die ongeveer een market cap heeft van 65 miljard, 66 miljard en USD coin ongeveer 56 miljard. Dat betekent dus als jij dus gaat handelen op de markt, dan vooral veelal wordt dan ook via een tussenstap via USDT gehandeld. Met andere woorden, als jij Bitcoin hebt gekocht en wilt eruit, nou, bij Bitfavo en bij Coinbase bijvoorbeeld in Nederland is het zo dat je daarmee gewoon in euro's kan handelen, maar met Binance kan er ook bijvoorbeeld in USDT en USDC, dan zet je die naar een stablecoin. Nou, USDT staat ongeveer $1, dus eigenlijk gepakt, zeg maar, gelinkt aan de dollar. Zijn er op dit moment vragen?
kan ik af en toe een slokje koffie nemen. Is iemand driftig tikken? Hartstikke mooi. Ja, oké. Okay. Even kijken hoor of ik. Patrick. Oké, okay, nou goed, ik zie die vraag wel voorbij komen. Patrick zegt: betaal je altijd overnight cost spread tegen USD plus stablecoin? Nee, in principe niet, Patrick. Als je handelt in crypto, ga ervoor zorg dragen dat je altijd gewoon de spotmarkt handelt. Hè? Gewoon coins koopt met euro of euro USDT. Dat is gewoon wat je, stel dat je voor $100 gekocht hebt. Dan heb je $100 geïnvesteerd of €100. Er zit geen leverage op wat dat betreft. Je kunt ook bij Binance leverage traden, maar zou ik niet aanraden. Maar het is niet zo dat je dan geld leent. Hè? Dus alles wat je inlegt, hoef je geen rente over te betalen. Wat wel een mogelijkheid is, dat jij namelijk op de coins die je in je portefeuille hebt, bijvoorbeeld BNB, dat je die in de wallet zet en dat je daar rente over krijgt. Een soort staking reward heet dat. We hebben aanstaande woensdag ook weer een webinar met Jelle Peters om 8 uur 's avonds. Dus dan zullen we daar ook meer over uitweiden over cold storage. Hè? Dus hoe bewaar je veilig je coins? Nou, dit is dan een overzicht wat ik ook een heel mooi overzicht vind van de Coin360. Dat is Crypto Overview. Dat is gevisualiseerd hoe de markt uitziet nu. Dat was dan gisteren dan. En dan zie je dus dat des te groter het vlakje is, des te groter het gedeelte van de taart is van Bitcoin en Ethereum bijvoorbeeld zijn groot. Dat zijn de twee grootste. En dan heb je heel veel kleinere coins. Die zie je aan de rechterkant met hele kleinere vlakjes. En des te groener een vlakje is, des te hoger de procentuele stijging is. En des te roder, dieproder, des te slechter de performance is van zo'n coin. Een andere website die ik wel interessant vind is CryptoBubbles.net. En daarmee kun je dus zien hoe dat beweegt. En ik weet niet of jullie dat interessant vinden, maar dat kan ik even laten zien misschien. Dan ga ik over switchen naar mijn live chart. Een screen sharing. En dan zie je ook precies hoe dat eruit ziet. Screen 2. En dan kan ik heen en weer switchen van mij. Wie ziet van mij, van jullie ook mijn grafiek? Denk het wel, hè? Kijk, hier zie je dus een dagperformance. En hier zie je ook de coins bewegen. Dan kun je ook nog zeggen, nou, ik wil graag deze in de afgelopen weken zien. Zie je? Dan krijg je een weekperformance. En hier zie je dus dat. Oh, ik kan ook iets aanwijzen, zie ik. Dus dat is mooi. Even kijken, klopt dat? Ik doe dit nooit namelijk. Even kijken, wat kan ik hiermee doen? Oh, nou, ik dacht dat ik iets kon aanwijzen, maar dat kan dus niet. Maar goed, hier zie je dus die crypto-bubbles. En deze, die bewegen naarmate de. Even kijken, oh, hij zit vast. Ja, hij is gefixeerd, nou geeft niet. Dus deze, die bewegen dus. Dat is hartstikke mooi op zich, hè? Zo. Waarom is dat? Hier zit mijn scherm nu vast. Ik heb iets aangeklikt. maar goed, het gaat eigenlijk om CryptoBubbles. Dat is een mooie site. Andere site is CryptoPanic. Wie van jullie houdt ook altijd nieuws bij met aandelen bijvoorbeeld? Dan heb je bijvoorbeeld investing.com, heb je een mooie website. Of Yahoo Finance of Bloomberg, noem maar wat. Maar met crypto is het natuurlijk een helske weide. Er zijn 20.000 coins. Dus ga er maar aan staan. Om alle nieuws, om al het nieuws goed te kunnen volgen. Dus wat ik altijd doe is namelijk via cryptopanic.com. Een soort nieuws aggregator. Daar, die heb ik gewoon altijd standaard op mijn desk. En want daarmee kan ik. Want daarmee kan ik namelijk. Al het nieuws volgen. Ik moet even een ander scherm pakken, want het andere scherm is vastgelopen, zie ik. Waarom weet ik niet?
Ja, dus cryptopanic.com is een mooie. Nou, de cryptomarkt, total cryptomarket capitalization, die is nu, wat ik heb aangegeven, onder de 1.000 miljard. 1 trillion is dit. Maar je ziet ook dat we helemaal teruggevallen zijn richting de lows, zeg maar. Even kijken hoor. Ah, ik heb hem. Private pointer. Pointer. Voor mij zie je mijn pijltje nu ook, hè? Dat je dus helemaal teruggevallen bent tot 2021. De low van vorig jaar ongeveer. En zie je dat we nu ook support hebben gevonden op over 750 miljard dollar. Vorig jaar zijn we ook keihard omhoog geschoten. Dus we zijn op hetzelfde vertrekpunt. Het zou best kunnen dat we dan ook verdubbelen. En dat betekent dat we dan richting 1,5 gaan ongeveer, of 2 misschien. En dan zie je dus dat de crypto's notoor volatiel zijn. En dat is op zich helemaal niet erg. Want dat betekent dat je kansen natuurlijk hebt. Wat ook een aandachtspuntje is, dat is Bitcoin. Ik had een hogere target begin dit jaar. Ik dacht dat we de 100.000 aantikken. Nou, ik denk als we blij mogen zijn dat we dan de 50.000 mogen aantikken. Maar Bitcoin is wel nummer 1, zoals je hebt gezien. Dus daar moet je ook nummer 1 altijd hebben in portfolio, de Bitcoin. En het is ook belangrijk dat je daarmee. Kijk, ik zal deze weghalen. Zo. Dat je Bitcoin moet hebben, naar mijn idee. En dat je dan. Op een of andere manier doet mijn Chrome het niet. Dus ben ik nog verstaanbaar? Want de markt. Het scherm is gefreezed namelijk. Dus mijn vraag is: ben ik nog verstaanbaar? Ja, dankjewel. Nou, dan kan ik dus geen scherm delen, want op een of andere manier is die Chrome is dat vastgelopen. Dus dat is een beetje jammer. Excuus hoor. Maar we zijn dus teruggevallen bij Bitcoin richting 20.000-21.000. Ik denk dat daar een hele solide bodem in zit. Dus dat is een positief gegeven. En ik zie dat de PowerPoint, dat die. Ja, op een of andere manier is mijn scherm. Is met een groen kadertje is die voorzien. En waarom is dat? Dat weet ik dus niet. En dat betekent dat hij dus. Ja, dat mijn groene. Ja, dat ik dingen niet kan aantikken. Dus ik heb op een knopje gedrukt van de presentatie. En op een of andere manier kan ik het niet aantikken. Alsof mijn scherm blijft hangen, inderdaad. En dat is heel bloedirritant. Dus als je het erg vindt, ik ga heel even kijken hoe ik dat kan fixen. Want ik zie namelijk een. Ik zie een rood dingetje. Een groen dingetje. En dat is een groen kader. En ik weet niet hoe ik dat groene kader kan unlocken, zeg maar. En dat is helemaal niet goed. Het is echt excuses voor het ongemak. Dat moet ik gaan fixen op een of andere manier. Want ik weet dus niet of dat in het webinar zelf zit, namelijk. Dus even kijken hoor. Ik ga alleen één ding bekijken. Task Manager. Als ik wegval, ben ik zo terug. Even kijken hoor. Ja, ik ben zo terug, want ik moet volgens mij Chrome afzetten. Want het zit in Task Manager, desktop. Desktop meeting. Even kijken, dit heb ik nog nooit eerder gehad hoor, excuses. Want heeft iemand een idee? Want ik heb namelijk het schermgedeelte aangezet. Ja, wat ik kan doen, als jullie blijven zitten, ga ik de computer opnieuw opstarten. Want ik zit namelijk vast in een loop. En ik kan geen slides aantikken.
En ik kan ook, ja, dus op een of andere manier, er is een of ander ja, dingetje aangetikt en hij zit vast. Dus als ik deze weer ga. Ja, deze doet het wel. Deze doet het. Meeting desktop. En close, close, ja. Even kijken hoor, excuus hoor, want ik zie iets raars. Ja, of even opnieuw opstarten, want ik zie inderdaad een kader. Dus even een farm momentje. Excuses, ik ben zo terug, ja? Dan ga ik de browser. Ja, dankjewel, dankjewel. Excuses voor het ongemak, ik ga hem zo oppakken. Dan ga ik deze task manager. Techniek staat voor niets. Chrome. Oké. Okay. Klik meeting desktop. Ja. Oké. Okay, ben zo terug. Een momentje. Oké, test. Testing. Kijken, ben ik weer in de lucht? Ik denk het wel, hoop ik. Excuses hoor. ja, gelukkig. Robert, excuses voor iedereen. Nu zie ik dus geen kader. Dus als u het niet erg vindt, ga ik dus niks aantikken. Alleen de slides. Dankjewel. Ik hoop dat jullie een beetje koffie kunnen meenemen.
ophalen. Ik denk eerlijk gezegd, dus aan de hand, ik weet niet of jullie mijn grafiek hebben kunnen zien van die Bitcoin, dat we dus helemaal teruggevallen zijn, hè, richting de lows van vorig jaar. Dat is met deze, net als het CoinMarketCap. Dat is deze namelijk. Dus dat we rond, ja, 17.500 ongeveer, dat is ja, voorlopig de tijdelijke bodem naar mijn idee. Dan hebben we natuurlijk ook een stock-to-flow model. Een stock-to-flow model wil zeggen dat er is een, dit model wordt ook toegepast op de commoditymarkt, door goud en olie. Dit is ook een soort projectie, die grijze lijn wat vloeit, wat vloeiend is, is hier dus van linksonder naar rechtsboven gaan. En dat betekent dus dat ja, we op een dubbeltje zijn begonnen en dat we nu rond de 100.000 noteren dan, qua grijze lijn, maar we noteren 20.000. 80% discount is dat, 80% discount. Dus dan zou je zeggen, op zich is dat een interessant instapmoment op dit moment gestaffeld. Nou, andere dingen is dat je hier ook nog kunt kijken naar Bitcoin Treasuries. Dit is een hele mooie website om na te houden. Hier worden de Bitcoin holdings, wat iemand heeft gekocht, grote partijen, hoe groot dat ook is. Dat is, heeft 129.118 meer. Is een runner-up. Die heeft ook heel veel Bitcoin, 8.500 Bitcoin. En dan zie je dus ook dat deze aan het toenemen. Dat is een positief gegeven. Grote aantallen gekocht. Anderzijds is het zo dat op Glassnode kun je ook metrics vinden. Nou, Glassnode heeft aangegeven dat juni, afgelopen juni, was de slechtste min 38% wat. En dan zie je wat terug is gegaan. Maar je ziet dus ook, de minnen zijn natuurlijk aanzienlijk, maar soms heb je ook hele hoge percentage stijgingen. 348%, 190%, 450%. En dat is, nou, dat is heel mooi dat je dat kunt zien. En dus dat je ook downside risk is wat je inlegt 100%. Hè, dus dat je 100 inlegt, maar je kunt wel 500 verdienen. En dat is een mooie reward ratio, naar mijn idee. Bitcoin number of addresses binnen non-zero balance is ook een leuke. Dus het aantal adressen waar iets op staat, plat gezegd. En dan zien we dus ook bij de piek van, even kijken, ja, de piek van 2018, zag je dus het aantal adressen toenemen waar dit op stond. En op een gegeven moment is het aantal adressen waar geen Bitcoin op stond, was het meer dan verkoop 24% gedaald. Met andere woorden, mensen gingen hun bitcoins verzilveren. Sinds die tijd zie je alleen maar dat het aantal accounts, hè, number of addresses, waar bitcoins op staat, dat het toegenomen is. Dat is een positief teken, ondanks de daling. Dat betekent dat hier dus niet de bitcoins zijn afgehaald wat dat betreft. Een ander plaatje wat ik wil laten zien, dat is transaction count compared for exchanges. Dat wil eigenlijk zeggen dat als je plastisch even een overview geeft, dus de, bovenin zie je de ja, paarse lijn is dat, die rode lijn is dat bovenin volgens mij. Dan heb je maximum speculation en profit taken, dat betekent dat op de exchanges, dan gaan dus on-chain withdrawals, dus er gaat, wordt heel veel uitgehaald vanuit cold storage, zeg maar, en dan op een exchange geplaatst om te verkopen. Nou, dan zie je dus dat deze piek 2018 heel veel winst weggenomen. Zag je dus ook in januari vorig jaar, juli, mei, juni, juli. Maar je ziet dus bij de vorige piek, zag je een, bij de 70.000 dollar, zag je onderin de paarse lijn, zeg maar, dat er ook een lagere piek is geweest. Dus er is een divergence between deposits en withdrawals. En de groene lijnen zijn voor mij deposits. Deposits op exchanges en withdrawals van de wallets, van de cold storage.
Dan is een ander plaatje wat interessant is, denk ik, om te kijken. Dat is transaction count compares for exchange. Met andere woorden, de blauwe lijn, die geeft dus een beetje in het midden aan. Je hebt de 100% van alle transacties gaat via exchange. Dat zag je in 2018. Stond erbij links 95% van alle transacties zijn exchange related. Oftewel, beleggers namen winst. Nou, dan zag je dus een hele behoorlijke drop richting januari 18. Januari 19 was dat. En heb je januari 20 was de coronacrash. Zag je ook een behoorlijke daling. En nu zie je het mei 2021. 80% van alle transacties. Dat was vorig jaar dan. Dat was 14% onder de piek van 2017. 80% ervan verliep via exchange. Oftewel, daar ben je flink winst genomen. En nu zie je dus dat ongeveer de helft van de transacties in Bitcoin via exchanges loopt. Dus wordt wel eens winst genomen, maar niet heel veel. Ook een positief signaal. Dan is er nog balance on exchanges, BTC, van alle exchanges. Dan zie je dus dat die oranje berg, die zag je in januari 20. Dan zag je dus dat er heel veel balances was op exchanges afgereduceerd. En dan zie je dus dat exchange balance has declined to 2.4 million BTC last seen in July 2018. Dus, en dat is inderdaad op hetzelfde niveau als in juli 2018. Maar je ziet dus dat er wordt heel veel geld onttrokken van exchanges. Dat is ook een positief teken. Het zijn misschien iets te veel plaatjes, maar dit is een belangrijke. Bitcoin illiquid supply chain. Met andere woorden, des te groener een staafje is, des te meer op een cold storage is gezet. Oftewel, coins die niet gemakkelijk liquide kunnen worden gemaakt. Voor Bitcoin. Rood wil zeggen, het onderste, wil zeggen dat Bitcoins naar een exchange worden overgeboekt. Oftewel, om winst te nemen. Je zag dus aan de rechterkant zie je dus monthly position change 223k. Larger since July 17, oftewel de groene staafjes geven aan dat er heel veel op cold storage zijn gezet. Met andere woorden, bitcoins zijn onttrokken om te worden om te worden verkocht. Met andere woorden, dat is een positief signaal. Nou, dan heb je nog een heel mooi plaatje. Dat zijn dus de bovenste lijn, dat zijn de whales. En de onderste plaatje, de onderste balk, dat zijn de shrimps, oftewel de garnaaltjes, de kleinere traders. Des te blauwer een balkje is, des te meer op cold storage is gezet. En des te oranjer het wordt, des te meer op een exchange. Dan zie je dus dat zowel de whales als de shrimps aan het cumuleren zijn op cold storage. Positief teken. Dan heb je nog een shrimp net position. Dus accounts met minder dan 1 BTC. En dan zien we dus dat de shrimp december top was 25.000 bitcoin per maand. Dat is een change dus. En nu is het 1,09 BTC miljoen. En dan zie je dus dat de oranje lijn, die wijst stijf omhoog. En ik weet niet wat de paarse lijn is. Ja, de paarse lijn is supply held by entities with balances 0.1 to 1 BTC. En die oranje, dat is gewoon gecumuleerd onder de 1 BTC. Maar goed, er zijn eigenlijk tekenen en plaatjes. En dan kom ik bij de laatste ingewikkeld plaatje uit. Met tot Bitcoin, whale net volume, to from exchange position change. Met andere woorden, dit zijn de grote jongens, dat is iets belangrijker. Als die dus geld, bitcoins op een exchange zetten, dan betekent dat het een rode bar onderin is. Maar nu zie je dus dat de groene bars, wat ik ook eerder heb aangegeven, dat die onttrokken worden van exchanges. En dan zie je ook de vloeiende lijn, dat is die oranje lijn, dat je nu 8,69 miljoen BTC, dat het aantal is. En dan zie je amper afnemen, ondanks de daling. Dus bottom line,
misschien een hele tirade over, een hele uiteenzetting over Bitcoin, maar dit vind ik wel belangrijk. Dan kom bij het volgende. Wie van jullie, excuse, wie van jullie koopt liever Bitcoin op 69.000? Bijvoorbeeld. Net als die hele rij hier. Of 30.000 of lager. Waar nu dus geen mannetje, geen mensen bij staat. Geen man, geen vrouw, niemand. Met andere woorden, ik denk juist, we hebben net laten zien, de grafiek hadden we net laten zien. De grafiek gaf aan, koop op de bodem inderdaad. Ik denk wij, ik cumuleer ook gewoon elke maand, zet ik gewoon een stukje, koop gewoon bij, structureel. Waarom? Omdat ik ook niet de toekomst kan voorspellen. Ik heb ook geen glazen bol. Ik reis de hele wereld over, maar ik heb nog geen glazen bol gevonden. Maar als je dus Bitcoin en Ethereum ook gewoon lange termijn vast, elke maand een plukje kopen, dan kom je heel end, denk ik. Dus dat is ook heel belangrijk. En wat het belangrijk is om te beseffen, is dat de hele revolutie van de crypto's, hè, is dat alles draait om blockchain. Cut the middleman, cut off the middleman. Een ander woord, nu hebben we banken. Ik werd net gebeld door de bank. Ik ben bezig met een entiteit, een oprichter BV. Zakelijk rekening en dat moet ik allemaal fixen. Ik kreeg een telefoontje. Maar goed, gaat eigenlijk om als wij geld overmaken van ene account naar de andere. Nu wordt het iets makkelijker met de instant settlement. Maar met de decentralized financial system is zodat je dus diensten wat in de traditionele financiële sector aanwezig is, zonder de middleman, dat gaat dus via netwerken, dan kun je heel snel transacties handelen zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Zonder een centrale autoriteit, zonder een bank, zonder een centrale bank bijvoorbeeld. Zonder een notaris waar dat ook aan mee kan worden geknoeid. Dat wil je natuurlijk niet. Een aantal bedrijven dat ook met blockchain aan de slag is. Dus er zijn heel veel bedrijven, hier zit allemaal geld. Hyperledger Fabric is er voor mij, dat is van IBM. Ethereum zie je ook heel veel, Shopify, Nvidia. McDonald's, Samsung. Heel veel grote bedrijven die met blockchain bezig zijn. Dus als jij zegt, nou, ik wil graag meedoen met de crypto, maar ik weet niet hoe. Nou, ga sowieso het boek bestellen van mij. En ik heb een andere leuke propositie. Dat is namelijk, wil je meedoen met onze portfolio's? Daar zijn we natuurlijk een tijdje mee begonnen. Over de Crypto Extend Challenge. Dus als je interesse hebt, ik wil gewoon gelijk goed meedoen. Dan kun je meedoen met de crypto Extend Challenge. Daarmee gaan we proberen dus van 10.000 euro 100.000 te maken. En dat is factor 10. En wat ik daarmee wil aangeven is dat dan krijg je portefeuilles van onze concrete trading recommendations. En dan gaan we net zo lang door totdat de rendement is behaald. Oftewel, we hebben een winstgarantie wat dat betreft. En als iemand dat interessant vindt, klik straks op de link of stuur mij een berichtje. Dus dat is in principe een hele leuke crypto extreme challenge. Van 10k naar 100k. En dat is het mooiste dat je dat dus in één keer afneemt voor 997 euro is dat. En dat is dan voor altijd eigenlijk, hè, totdat het 100.000 is behaald. Dus ik heb even een link neergezet voor jullie bovenin bij die call to action bar. Dus heb je daar in vragen over, kun je dat daarover meer informatie op vinden. Als iemand meedoet, men krijgt ook rapporten van mij. Elke maand publiceer ik rapporten over interessante coins. En mooi is, je hoeft daar inzetten. Wat je nou moet is, als je naar gaat, dan krijg je namelijk een aantal berichten. En als ik en dan ga je voor 200 euro kopen. Dus als je begint, dan is het kun je bijvoorbeeld 4 keer is 250.000 euro. Dan kun je dat op min inzetten. En het mooie is dat je namelijk ook je eigen budget kunt kunnen de helft of meer. Ja, het geluid is af en toe helaas. Dankjewel. Zal ik even mijn ding weghalen? Ja.
Ik denk dat het ook iets te maken heeft met de bandwidth, inderdaad. Excuses. Met andere woorden, je kunt meedoen met per coin voor 100 euro of 250 euro. En zo word je dus gedurende looptijd gewoon meegenomen. En het gaat niet alleen om die trades aan zich, maar ook om de inzichten die je krijgt. Waarbij je dus ook heel goed zelf de transacties kunt doen. Wat ook belangrijk is, heel veel partijen die zijn aan het crypto-bashen. Maar het is niet makkelijk om crypto's te verbannen. En wat ook belangrijk is, de regelgevers die gaan ook steeds meer toezicht houden. Dus je krijgt iets meer volwassene markt. Steeds weer grote partijen de stappen in. Nou, wat we dus ook hebben, een combinatie van strategieën. We hebben een lange termijn en een korte termijn strategie hebben wij in de portfolio. Maar belangrijk is natuurlijk om te beseffen dat risico subjectief is. Wat voor de ene geen risico is, is voor de ander wel risico. Nou, dit is een stier die Harry op de hak neemt, zeg maar. En wij helpen ook gewoon mee met inzichten om watchlist aan te maken. We hebben heel veel watchlist aangemaakt, ook geactualiseerd. Die krijg je erbij. En in ieder geval wil ik twee tips aan jullie meegeven. Qua altcoin Solana, full disclosure, heb ik nog in portefeuille. En ik heb Decentraland, die twee. Er staan wel iets in de min, maar het is nog steeds een interessante coin. Ik ga toch straks even stiekem proberen weer het scherm te laten zien met grafieken. Decentraland hebben we, die zit ook in virtual gaming experience, Web3, Metaverse, een virtueel land en vastgoed. Dus super interessant naar mijn mening. En wat krijg je eigenlijk met de Crypto Exchange Challenge? Ik heb met een aantal coins natuurlijk ook al heel veel crypto's die verdubbelden in waarde. Ik heb ook een aantal coins die minder zijn gegaan. Maar goed, wat krijg je? Je krijgt sowieso onderzoeksrapporten en natuurlijk met concrete trading recommendations. Je krijgt ook al stevige basis 6 weken online beginnerscursus om geld te verdienen met crypto. In samenwerking met Harm van Wijk is dat vandaar dat het ook via de salespage van Harm is. Live Q&A sessies, we hebben wekelijkse sessies. En we hebben trading updates en kans van ervaren crypto experts. 12 maanden premium crypto coaching minimaal. En als het rendement niet baalt, gaan we gewoon door natuurlijk. 2 jaar VIP coaching. En 12 maanden toegang tot 3 portefeuilles extra. Dus je hebt 4 portefeuilles. Dus als je een grote portefeuille hebt, krijg je daar 3 extra. Je krijgt Telegram groepen, live crypto trading. En je krijgt ook toegang tot de Crypto Academy membership site. Ik sluit niet uit dat we binnenkort na de zomer gewoon de prijs verhogen. Dus dat is wat ik even mee wil geven. Want achter schermen wordt ook flink gewerkt aan een stuk service verbetering ook. En een aanpassing. En na de zomer dan gaan we dan ook de prijs verhogen, TCT. Maar heb je meer interesse, feel free om ons te contacteren. En dan wil ik jullie graag uitnodigen om op mijn Calendly link eventueel een call in te plannen. Dat is zeker mogelijk. Wat ook zo is, hè, jullie krijgen ook 1 uur begeleiding bij de crypto's sowieso. Bij de onboarden, zeg maar. En dat is, dat kun je bij mij doen of bij Leonne. Leonne Pils is mijn, of onze rechterhand ook. Misschien kennen jullie Leonne Pils ook. En even kijken of Leonne ook in de zaal zit ondertussen. Nee, ik denk niet. Maar dan heb je meer informatie, feel free om ons daar te contacteren. En dit is nogmaals de QR-code. Hetzelfde als die link erboven als je het aanklikt. Dan kun je daarop meer vragen, meer informatie vinden. Als je belegd crypto trades gaat doen, maak het niet al te gewikkeld. En ga niet te veel leverage toepassen. Dit is een mannetje wat van de glijbaan afglijdt. Die krijgt niet alleen een behoorlijke scheur in de broek. Maar die krijgt ook behoorlijke schaafwonden van die rasp. Dat is een soort leverage trading. Ga dus niet leverage doen. Doen wij ook niet. Crypto trading is al moeilijk genoeg. En wij helpen jou makkelijker scoren. En voordat ik jullie mee wil nemen naar de laatste slide, ga ik nog wat vragen voor jullie antwoorden. Dus dit is ook een van onze favoriete lid. Dat is Harold. Hij zegt, wie zegt dat crypto heel stressvol is? Ik ben 25 en ik voel me fantastisch. Harold is een soort karakter, dat is een meme character in cryptoland.
Nou, in ieder geval, ik wil toch even stiekem proberen om, hoe heet dat, het scherm te delen, want ik vind het wel interessant, namelijk. Dat is deze. Ja, het zijn er vragen op dit moment. Onduidelijkheden misschien ook. De ochtendsessies, is dat prima om dan 9 uur te doen of om 8 uur? 8 uur is voor mij veel te vroeg namelijk. Daar heb ik geen zin in om dat te doen. Dus ik heb liever dat ik. Even kijken hoor. Ik heb screen toe. Ik heb gisteren nog een trade gedaan en dat is even mee te geven aan jullie. Ik heb een coin opgepikt. 9 uur is beter, hè? Want 9 uur is prima. Want het probleem is, heel vaak in de avond merkte ik dat mensen, of er waren anderen die hadden webinars om 8 uur. Of men moest naar de schoonfamilie, waar iedereen natuurlijk niet op zit te wachten. Of men had familiaire verplichtingen in de avond. En ik weet ook dat in de zomer nu. Is het misschien ook leuker dat mensen dan op pad gaan? En dan zit je natuurlijk niet te wachten op een webinar van mij om 8 uur. Dus ik wilde deze lijn doortrekken naar onze service ook met, hoe heet dat, support. Webinars, sommige webinars doen we dan 8 uur, omdat Jelle dan bijvoorbeeld in Amerika zit om 8 uur. Nou, als het goed is, zien we ook mijn scherm, hè? Dus dat is dan een heel mooi voorbeeld. Wat ik zelf altijd doe, ik pak een aantal gemiddelden en dan. Pak ik ook even volume erbij. En dit is een van de coins die ik onlangs heb gekocht. Ook voor onze crypto exchange. 20% staan we daar in, gelukkig mee in de plus. We hebben nog een aantal andere coins in portfolio. Nou, ik had dus gezegd naar nou, Solana. Dat is een die grafiek die werd gecomprimeerd in de PowerPoint. Dus ook via dit programma. Dus vandaar dat ik de grafiek niet heb kunnen tonen, maar ik zal deze Solana USDT pakken. Deze heb ik al te vroeg gekocht, moet ik zeggen. Ik heb er een rapport van uitgebracht en die krijg ik natuurlijk ook erbij. Die heb ik nog in portfolio en helaas natuurlijk is dat iets naar beneden gegaan. Maar goed, lange termijn is Solana is een Ethereum killer. Die heeft ongeveer TX, dus transacties per seconde, TX is dan de transacties per second, TPS. Transactions per second, 50.000 versus een aantal paar duizend voor Ethereum. Veel sneller en veel goedkoper. Solana is ook een heel belangrijke speler in NFT-omveld. En die andere was Mana, Decentraland. Dat is ook sowieso een tip die ik aan jullie mee wil geven. Decentraland hebben we ook nog in portefeuille. Full disclosure. Kijk, je ziet ook dat coins behoorlijk naar beneden kunnen gaan. Maar ik zal ook eens laten zien dat coins ook. Dit soort bewegingen kunnen maken. En dan is het wel lekker als je dus met de extend meedoet, bijvoorbeeld, dat je dan dit soort coins ook mee kunt maken. En dat hebben we ook een tijd geleden gehad. Nou, dit is een long-only portefeuille. Dus als het naar beneden gaat, zul je daar minder rendement op maken. Daar hebben we andere alternatieven voor. Maar wat ik ook mee wil geven, is dat als je echt structureel rendement wil maken, is dat een idee. Als jullie straks weggaan vanuit het webinar, dan kom je ook op een landingpage met meer informatie. Maar dit is dan Decentraland. Hier zie je ook grote volumes. Dat is een positief signaal. Dus als ik mijn kaart zou zetten op twee altcoins, zou ik zeggen Solana en Decentraland. Dus dat is wat ik tenslotte mee wil geven. Zijn er vragen op dit moment? Onduidelijkheden? Nou, niet echt allemaal helder, hè, volgens mij. Nou, dankjewel Robert. Excuses natuurlijk voor, nogmaals voor het ongemak, voor de techniek. Enerzijds, de bandbreedte, volgens mij komt dinsdag, maandagmiddag komt er een tech guy. En dit software, dit platform wat ik nu heb, ik heb een of ander dingetje aangeklikt, waarbij dus ja, het scherm gefreezed werd. Dus vandaar dat ik jullie heb gewaarschuwd. Dus dankjewel voor jullie geduld. De opname die is doorgegaan, dus die zal ik straks renderen, verwerken zoals het heet. Hier zijn mijn gegevens, QR-code kun je inscannen volgens mij.
weet niet of dat werkt, want ik zie daar een L bij staan. Joop, die doet dan mee. Een zesweekse cursus staat daar. Beginnerscursus, hoe vaak, hoe lang per keer? Dat is namelijk bij mijn.blech.com, Joop. En ik zal even voor de leden die lid zijn bij mijn.blech.com, die hebben daar toegang tot natuurlijk, die meedoet. Zal ik even de. En dat is gewoon 6 weken, maar je kunt het zelf altijd terugkijken, Joop. En dus als je dat hebt gemist, kun je dat altijd van stap 1, stap voor stap terugkijken. Patrick zegt, ben erbij in best. Nou, heel mooi. Ik hoop, heb je ook de bevestiging gekregen van Tom Lassing? Ik hoop het wel. Mag ik een vraag stellen? Wie van jullie heeft al de Trading Navigator van Harm? Wie heeft dat al ontvangen? Dat is meer voor de aandelen, is dat, hè? Wij doen natuurlijk met crypto's. Maar daar heb ik een andere techniek voor. Maar heel veel mensen doen ook iets met mijn.blech.com. Dus vandaar dat ik even vraag. Even kijken hoor. Ik ga kijken welk ding heb. Dat is geld verdienen met Bitcoin. Deze. Heb ik, ja. En hoe gaat het met jullie? Met de trading navigator dit moment? Ik bedoel, zijn er ook signalen geweest dat je op tijd moet uitstappen? Dat je dus. Ja, Joop heeft een CryptoChemie coaching. Absoluut, Joop, zoals altijd. Met aandelen. Afgelopen maandag, oké. Okay. Let wel met TradeNet. Je hebt gewoon een systeem nodig. En daarom is het tenminste een toegevoegde waarde, Patrick. Wat ik ook heb laten zien. En met de koop- en verkoopsignalen. Dat je intradag kunt handelen. En dat is namelijk een hele mooie add-on. Want wij zijn ook, wij hebben pakket, wij geven ook educatie. En met die verstand dat wij echt concrete signalen komen. En dat doen andere partijen niet. Dus hou er gewoon rekening mee. Dus hartstikke mooi. Jerry zegt 3S. Wat is 3.S? Wat is Jerry, wat is 3 maal S? Dat is weer cryptisch, Jerry. Leuk dat ik jou ook weer zie, want ik had jou ook een tijd geleden gezien, hè? Een paar jaar geleden. Supersonic S. Ken ik niet. Ja. Oké, okay, nou in ieder geval de opname is gelukt. Dus nogmaals, hartelijk bedankt voor de aandacht voor de extended-leden die al meedoen. Aanstaande maandag is er weer een sessie. Ik steek in op 2 uur 's middags en dan spreek ik jullie natuurlijk komende week.